Hoi hoi, goedemorgen. Leuk dat jullie er weer zijn. Het is weer tijd voor onze donderdag live. Ik ben Diana Otterlo, onafhankelijk stempunt adresse in de mooiste vestingstad van Nederland, Gorinchem dus. En jullie konden deze week kiezen tussen de stempelsets, geluksbrengertjes of Well Done. En ja, het was echt heel duidelijk geluksbrengertjes. Goedemorgen Mary, hoi Adrie, leuk dat jullie er zijn. En voor de kaart van vandaag gebruik ik de Ladybug Pons en de Medium Daisy Pons, de Layering Circle Frameids en ik heb de stemperettes gebruikt. Zo, deze dingen heb ik niet nodig. Zo. En dan zijn dit de kaarten. Die we gaan. Tenminste, deze dan niet. Maar deze gaan we maken. Zo leuk. En als je hem een beetje opdraait voordat je hem verstuurt, voordat je hem in de envelop stopt. En je doet hem dan open. Kijk eens. Leuk, hè? Goed, dit gaan we maken. Wat hebben we nodig? Oh, ik ben vergeten mijn bril op te zetten. Jullie herkennen mij natuurlijk niet. Ik zal hem gauw opzetten. Hey, goedemorgen. Hoi Helma. Hoi Willy. Hoi Annie. Goed, wat hebben we nodig? Ik heb het hier. Oh, dat kunnen jullie net niet zien. Ik zal een beetje dichterbij leggen. Even kijken. Voilà. Jullie hebben nodig een basiskaart van 14,5 bij 21. En een oplegkaart van 10,5 bij 14,5. En hiervoor kan je ook kiezen voor designpapier en dan het iets kleiner maken. Ik heb nu gewoon alleen het karton gebruikt. Dus vandaar, omdat ik er zelf opgestempeld heb. Maar je kunt dit natuurlijk ook met designpapier doen. Goed, we beginnen met rillen van de basiskaart. En die was dus, zoals ik al zei, 14,5. Bij 21 en die gaan we aan de lange kant rillen op 5,25. Ja, ik weet, het is een rotmaat. 5,25. En 10,5. Maar het gaat er dus om dat het de helft is van die 10,5. Jullie altijd lastig zien, hè? Maar goed, je hebt dus hier 5,25 en 10,5 de rillijn. En op die oplegkaart doe je hetzelfde. Die doe je de korte kant rillen op 5,25. Dus die gaat door de helft, zo gezegd. Hoi hoi, hoi Nelly, hoi Nelly. Gezellig dat jullie er ook zijn. Dus deze kaart, 14,5 bij 21, heb ik gerild op 5,25 en op 10,5. Die vouwen we op deze manier en op deze manier. En ook deze, die komt straks aan deze kant erop, kun je vast vouwen. Nu is het de bedoeling, dat je ze goed op elkaar legt, maar in ieder geval nu hoeft dat nog niet. We gaan eerst die cirkel uitstampen. En die cirkel, die leg ik zo neer. Zo doe ik het, hè. Dat is mijn matje, zullen we maar zeggen. Ik heb hem hier, nou ongeveer waar ik hem straks aan de voorkant wil hebben. Plak ik hem. Met een beetje schildersteek op de plaats, dat hij niet verschuift. En wat ik vervolgens doe, is deze er echt ook goed, die mooi gelijk ligt. En dan doe ik ze in één keer, stans ik hem er doorheen zo. Als je nou bang bent dat dit verschuift, doe dan hier ook een heel klein beetje van die tape. En mijn tip is om die tape heel eventjes over je broek te halen, dat hij niet te hard plakt. Want anders dan
Dan heb je soms wel eens dat je karton een beetje scheurt. Dus dit haal ik in zijn geheel door de stansmachine. En aangezien ik dat al voorbereid, dan is dit het resultaat. Dat ze mooi op elkaar passen. Goed, dan heb ik ook alvast met diezelfde cirkel een rode uitgestanst. Die kan nog even aan de kant blijven. En ik heb dus twee herenbeetjes gestanst en twee witte margrietjes. Die heb ik trouwens geponst. En dan wil ik heel even laten zien hoe ik dat doe. Want daarvoor had ik die stemperettes gebruikt. Even kijken. Waar ik mee begin? Ik heb gewoon van een reststukje heb ik een keer uitgeponst. Zodat ik weet, als ik de pons pak. Even bijpakken. Als ik pons, dan weet ik, mijn papier gaat er op deze manier in. En dit, zo zitten ze verdeeld. Dus dan kan je met de stemperettes, kan je het heel makkelijk. Ik leg hem zo neer. Vervolgens heb ik dan zo'n stempel. Die leg ik erin. In dat wat ik uitgeponst heb. Dan pak ik het deksel op. En dan zit hij dus op de goede plaats. Je moet wel altijd opletten dat je papiertje niet verschuift. Dan pak ik een stukje papier wat ik wil gebruiken om te ponsen. Ik zorg dat dat goed klaar ligt. Zo. Plak ik ook even vast dat dat allemaal niet verschuift. En dan kunnen we stempelen. Dan beïnkt ik hem. Voilà, dan draai ik mijn blaadje om en ik had ook het lijfje al op deze manier gepositioneerd. En vooral met het lijfje is het fijn om de stemperetten te gebruiken, want soms heb je gewoon niet in één keer dat je mooi helemaal zwart bent. Zeg maar. En dan kan je het gewoon een paar keer doen. Hoi Sylvia, leuk dat je er ook bent. Net zolang tot je hem mooi genoeg zwart vindt. Maar daar zal ik jullie nu vandaag even niet mee vermoeien. Zo. Die ben even aan de kant. En nu kan je dus met je pons. Weinig plek om het allemaal te laten zien. Nu kan je met je bons in één keer het allebei uitponsen. Dat is het leuke ervan. Zie je? Nou goed, dat wou ik even laten zien. Dan gaan we gauw verder met de kaartjes. Weer ook weer een beetje leegmaken. Waar beginnen we nou mee? Wat ik heb gedaan is met een potlood eventjes die cirkel betekent. Daar zie je straks niks meer van. Maar doe het wel met potlood, want als het per ongeluk net een beetje verkeerd zit, dan schiet het niet op. Daaromheen heb ik de tekst groetjes gestempeld. En ik heb het dus gewoon uit de losse pots gedaan. Thank you.
maak ik er de rode cirkel in. Dan hebben we al het eerste deel. Dan heb ik de daisies, de margrietjes. Die plak ik over elkaar. Zo. Daar heb ik nog een hartje in gestempeld. Die zit ook in de stempelset. Het bloemenhartje. Dat vind ik wel leuk. Voilà. En dan kan die hier in het midden opgeplakt worden. We kunnen al een beetje stempelen verder. Gebruik de bloemetjes en de papier. Ik heb hem niet zo goed beïnt, zie ik. Oei, foei, foei. En even kijken of me dat nog een keertje lukt. En dan hier aan de voorkant nog een beetje. Nou, ik moet jullie wel het goede voorbeeld laten zien, hè? En dan had ik daar nog een rood stikje bij gestempeld. Die heb ik gestempeld met Sweet Sorbet. Randjes stempelen. Dan is dit op zich helemaal klaar. Dan gaan we beginnen aan het leukste deel. Want we gaan hier een stukje draad inplakken. Het is volgens mij iets van ongeveer 12 centimeter. Komt ook niet zo heel nauw. Ik heb hem nu iets te lang. Zo. Maar moet natuurlijk niet buiten de kaart uitsteken. En dan neem ik gewoon een plakband. En daarmee plak ik dit vast in het midden. In het midden dus. En daar plak ik dus deze kaart overheen. Eens even goed kijken of ik de goede kant heb. Ja. Goed in de lijn. En dan plakken we die op de kaart. Dan zie je niks meer van dat ik dat touwtje heb vastgeplakt. Maar zoals ik daar straks al zei in het begin van het filmpje, kan je hier natuurlijk ook dezelfde voor gebruiken. Maar goed, ik dacht daar zie je eigenlijk niet zoveel van. Dus ik hou het op deze manier. Even hier de ribbon goed aanzetten. En dan is dit wat je krijgt. Even
dit tweede herenbeentje ook in elkaar zetten. En dan plakken we, lijmen we alvast eentje goed in. En die leg ik hier in het midden van de kaart. Het is wel handig om hem zo dubbel gevouwen neer te leggen. Want je moet zorgen dat hij binnen die cirkel blijft. Want anders kan hij niet bewegen. En dat willen we natuurlijk wel. En dan komt deze daar precies bovenop. Even hem goed aanduwen. En zo is de kaart klaar als je hem een beetje opdraait. En je maakt hem open, dan beweegt hij ook echt. Hoe vinden jullie hem zo? Ik vond het wel een leuk idee zo. Ik heb het niet zelf bedacht hoor. Dat dan weer niet, hè. Zo handig ben ik daar ook weer niet. Maar namaken, dat kan ik best. Goed. Dat was de kaart voor vandaag. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Volgende week donderdag, ja. Kunnen jullie kiezen uit deze kaartstempelsets. Zometeen om 10 uur komt er op de Facebookpagina een foto van deze twee stempelsets te staan. En dan kan je daaronder even aangeven welke van deze twee je volgende week zou willen zien. Dus ik ben benieuwd wat het weer wordt. Ja, ik ben blij dat jullie hem leuk vinden. Heel leuk. Nou, meiden, dan zou ik zeggen, fijne dag verder. En geniet van het weer. Tot ziens. Doei doei.